Wat kun jij doen als de voorzitter niet ingrijpt? Baal jij er ook zo van? Dat de voorzitter, jouw voorzitter, niet ingrijpt. Alles maar laat lopen. Niet zorgt dat mensen bij het onderwerp blijven. En ook helemaal niet op de tijd let. Het kost je heel veel energie en ergernis. Maar waarom doe je er niets aan? Jij kunt voor verbetering van de vergadering zorgen. Vooraf, tijdens en na afloop van de vergadering. Voorafgaand aan de vergadering kun je al heel veel doen. Je kunt de agenda verbeteren. Punten toevoegen, punten schrappen. Als je van tevoren al ziet dat de agenda te vol is, dat de tijden niet gehaald worden, of als het onderwerp onduidelijk is, of als de informatie ontbreekt. Je kunt ook al onderwerpen voorkoken. Door met elkaar van tevoren al over het onderwerp te hebben, wordt al veel duidelijker wat wel en niet de bedoeling van het onderwerp is. En tenslotte kun je ook het voorzitterschap laten roleren, zodat iedereen een keer de voorzitter kan zijn. Tijdens de vergadering kun je een hele positieve invloed uitoefenen door de voorzitter een zetje te geven of de voorzitter een goede voorzet te geven. Je kunt de voorzitter een zetje geven in de goede richting door te zeggen: kunnen we doorgaan met het onderwerp? Voorzitter, met het oog op de tijd, is het niet handig om verder te gaan naar het volgende onderwerp? Je kunt ook een voorzet geven door te zeggen: ik stel voor om dit onderwerp te parkeren. En de voorzitter kan dan zeggen: ja, goed idee, laten we verder gaan. En als je durft, kun je de informele voorzitter van de vergadering worden. Door bijvoorbeeld te zeggen: begrijp ik het goed dat we nu hebben afgesproken dat dit voor volgende week afgerond is? Of door te zeggen: ik ben benieuwd hoe Kees en Maria hierover denken. Na afloop van de vergadering vindt de grootste verbetering plaats door een goede evaluatie. Op een constructieve, positieve manier aangeven wat er nog beter kan. Door zelf de agenda op te stellen, door zelf voor te stellen voorzitter te zijn, maar ook door met anderen te spreken over hoe jullie gezamenlijk de agenda en de vergadering kunnen verbeteren.